Hey, mijn naam is Tommy Geuks en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video op dit YouTube kanaal. En vandaag gaan wij een huisje maken. Gewoon een typisch middeleeuws huisje die je eigenlijk overal wel kan plaatsen eigenlijk. In iedere biome. En in ieder kingdom waarschijnlijk ook wel. Nou ja, als je in de desert woont is het wat moeilijker, want er zit geen sandstone in. Maar we gaan dus gewoon een simpel leuk huisje maken. En het wordt gewoon een beetje een armer huisje. Gewoon een heel leuk random huisje die je op alle soorten grond kan maken. Maar nu doen we het gewoon even heel makkelijk. Ik heb ook alle texture packs uitgezet en ik zit in een flat world. Je begint met de basis eigenlijk. We beginnen gewoon met de basis. Een basis van cobblestone. En ik vind het altijd leuk om huizen random te maken. Dus ja, wat maken we ervan? Ja, oké, we gaan gewoon een vorm uitkiezen. En in principe wat je ook kan doen, je kan ook gewoon, als je het lastig vindt om te bouwen nog, dan pak je gewoon een, begin je gewoon met een rechthoek kun je bijvoorbeeld beginnen. En hoe groot je het huis maakt, dat mag je zelf weten. Je kan er meerdere verdiepingen op zetten, je kan er van alles mee maken. Maar ja, we hebben dus nu gewoon een redelijk normaal klein huisje. Ik ga altijd eerst 3 hoog. Eerst altijd 3 hoog. Dus we gaan nu eventjes als 3 hoog maken. Zo, de muur is 3 blokken hoog. En wat je dan gaat doen, dan ga je zorgen dat je 1, 2 en dan ga je 1 omhoog. En dan heb je hier 2 en hier hetzelfde. Per huis is het natuurlijk wel anders. Want als je een hele lange muur hebt, dan gaat het veel langer omhoog. En wat je nu gaat doen, nu gaan we eerst het dak maken. Het ziet er heel simpel uit, maar we gaan eerst gewoon het dak maken. En daarvoor pak ik ook, planks. En we nemen gewoon ook slabs. Trouwens, we pakken ook stairs. Dan doe je gewoon zo, la 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 la. En hier doe je ook, dat is iedere keer de tweede. En dat vul je dan op. Doe je dan lekker opvullen. En dat doe je overal, kijk op deze stukken. Overal het tweede blok eigenlijk. Wat je daarna gaat doen, dan pak je de slabs. En die zet je dan, dat doe je eigenlijk bij de overige plekken neerzetten. En ja, hier beneden kun je dat ook makkelijk doen, want dat loopt heel mooi over. Dit is trouwens mijn allereerste bouwvideo. Dus sorry als het misschien niet altijd even duidelijk is. Maar ik heb het nog nooit eerder gedaan. Zo, dan doen we eventjes heel snel alles verder maken. Zo, kijk. We hebben nu heel basic een dak. En om al een beetje afwerking te doen, doen we het een beetje zo. En kijk, dit kun je dan waarschijnlijk ook wel mooier maken door het zo te doen. En dan heb je dit een beetje zo lopen. En dan doe je hetzelfde aan de andere kant. Zo, oké. Nou, we hebben een heel basic huisje hebben gemaakt tot nu toe. En wat ik eerst meestal doe, is gewoon het dak alvast afmaken. Wat je nu gaat proberen te doen, is een beetje een random vorm te maken. Gewoon een random vorm in het dak. Dus je gaat gewoon heel random. Zo, kijk, hier doe je er 2. Dan doe je er hier weer 1. Dan doe je hier een slab. Dan doe je hier een slab en hier 2. Kijk, je kan gewoon heel random. Je hoeft echt niet precies te doen. Gewoon op, klik, klik, klik. Gewoon lekker klikken. Gewoon klikken. En kijk, hier kun je dan deze weer onderuit halen. Dat is wel mooi. En hier zou je bijvoorbeeld eentje omlaag kunnen gaan, zo. En je kan hier dan bijvoorbeeld weer een trapje neerzetten. Maar dan moet je hier ook wel omlaag natuurlijk, anders ziet dat het niet uit. Kijk, dit kan bijvoorbeeld ook dan, maar dan moet je helemaal, dat is helemaal naar eigen inzicht. Even kijken. Nou ja, kijk, hier kun je dan overal in principe kun je dan gewoon de slabs weghalen. Dat kun je allemaal weghalen. En ja, hier zou je ook bijvoorbeeld laag kunnen gaan. Zo, nu hebben we een beetje naar eigen inzicht hebben we het dak aangepast. Wat we nu gaan doen, we gaan een paar stairs ertussen stoppen. Overal kan je wel wat stairs ertussen gooien. En natuurlijk moet je niet overdrijven. Dat is dan ook weer, moet je gewoon opletten dat je niet overdrijft. Dat het niet too much wordt. Je moet gewoon zorgen dat je een beetje de rechte stukken uit het gebouw haalt. Dat niet alles meer zo standaard en basic recht is. Dus dat ga ik eventjes doen. Nou kijk, het dak is enigszins random gemaakt. Je moet een beetje proberen die rechte lijnen te doorbreken. Dan gaat het er vanzelf heel custom uitzien. Dus ik ga nog eventjes snel wat afwerken en dan zien jullie mij zo terug.
Nou ja, ik vind het zo wel prima. Het dak is een beetje gefixt. We gaan er nu wat sprucewood bij doen. Heel simpel wat je doet. Je vervangt gewoon hier en daar. Vervang je gewoon de bloks. De blokken die je hebt geplaatst, die kun je gewoon heel simpel vervangen. Probeer niet te veel te dicht bij elkaar te zitten. Kijk, je kan wel her en der dat je gewoon hier zo 3 bij elkaar hebt. En dan doe je hier 2. En dan kijk, gewoon, je moet gewoon een beetje proberen. Ja, ben creatief jongens, wees creatief. Dan kunnen jullie, jullie kunnen dit allemaal, 100% zeker dat jullie dit allemaal kunnen. Zo, en dan ga je gewoon voor jezelf naar, ben ik tevreden met wat ik heb gebouwd? Vind ik dit mooi? En als je het mooi vindt, dan kunnen we verder met de volgende stap. En de volgende stap is de muur. We pakken wat cobblestone, we pakken wat, wat cobblestone slabs, we pakken wat cobblestone stairs. En wat we ook pakken is, even kijken, we pakken wat cobblestone walls. En wat je dan gaat doen, we gaan ramen maken, we gaan de muur een beetje aanpassen zodat het er ouder uitziet en dat soort dingen gaan we doen. Wat ook wel handig is om te pakken is gewoon wat oakwood logs. Zo, wat we nu als volgt gaan doen, we gaan gewoon ja, een beetje het zo maken dat het gewoon lijkt een beetje op een oude muur. Hoe doe je zoiets? Je haalt gewoon stukken weg van de muur en dan zet je het zo terug. En wat je nu kan doen, bijvoorbeeld je haalt hier wat weg en je maakt hier gewoon allemaal, je maakt dit gewoon lekker custom allemaal zo. En je kan bijvoorbeeld hier wat wals neerzetten, je zet gewoon wat wals neer, dat is ook enorm mooi. En zo ga je gewoon het gebouw rond. En wat heel makkelijk is voor ramen bijvoorbeeld, je zet gewoon zoiets neer. Of je zet, even kijken, we zetten hem zo neer. Kijk, en dan heb je gewoon een hele simpele raam. En wat je hier dan neerzet is gewoon, je zet hier dan gewoon een random paal neer. Want ja, dat ziet er ook mooi uit. En zo ga je ook weer het gebouw gewoon een beetje rond. En even kijken, als je het weer, kijk, ik vind dit dan een beetje zo, het gaat heel geleidelijk over. Dus dan willen we het gewoon iets meer random maken. En dan zet je gewoon wat dingen er neer. En zo ga je dan lekker het gebouw rond. En wat je ook kan doen, je kan ook gewoon simpel een paar blokken weghalen zo. Hoppa, en dan zet je dan die walls neer. En zo ga je dan een beetje het gebouw rond. Dus ja, en wat je ook bijvoorbeeld kan doen, wat ook leuk is. Je bouwt gewoon hier zo'n stukje aan zo. En doe je het zoiets. En dan kijk, gewoon heel random. Je moet gewoon echt heel random zijn met bouwen. Bouwen is gewoon, ik vind het leukste als het heel random is. We gaan gewoon even het huisje rond. En dan kijk, doe je hier weer. Doe we dit zo. En dan vind ik het leuk om zo te doen. Of ja, het is gewoon echt puzzelen. Dit is echt puzzelwerk, jongens. Het is echt puzzelwerk. En kijk, je kan ook wat slabs ernaast doen. Dan lijkt het net of die, de muur een beetje afgebrokkeld is. Dat ziet er ook geinig uit, vind ik. Nou, we hebben het nu een beetje random gemaakt. Hier kun je eigenlijk aan blijven decoreren. Je kan hier zo lang aan door blijven gaan. Kijk, ik zie hier kan ik weer een raampje maken zo. Zet weer een raam. En ik kan hier echt zo lang door blijven gaan aan één huis alleen al. Maar ik wil het een beetje simpel houden en begrijpbaar voor jullie. Je kan de muren gewoon her en der laten afbrokkelen. Zodat het er gewoon ja, uitziet alsof het gewoon een heel oud gebouw is. En tot nu toe hebben we dan alleen cobblestone erbij gedaan. En je ziet, het ziet er nu al gewoon ja, heel custom uit. En ik vind het al heel mooi eruit zien. Maar je moet wel een beetje opletten dat het niet te schaminkeld eruit ziet. Kijk, je moet wel, hier is het dan een beetje verstevigd of zo. Dat je die verstevigt met wat walls. En hier, kijk, dit is dan al iets meer afgebrokkeld. En wat je nu ook kan doen bijvoorbeeld, je gooit er gewoon wat stone tussen. Dat is ook gewoon heel mooi en heel simpel. Doe het gewoon her en der, gooi er gewoon wat stone tussen. En dan mag je er ook wel eens een aantal wat dichter op elkaar zetten bijvoorbeeld. En dan doe je zo. Gewoon heel random. Je moet wel zorgen dat het niet overheerst. De cobblestone moet wel de meest gebruikte blok zijn in de muren. Maar je kan het wel gewoon her en der vervangen. Totdat je gewoon iets leuks ziet. En het is het beste om van buitenaf die blokken te plaatsen. Zodat je ook
het goed een beetje random allemaal plaatst, allemaal al die blokken. Dus zo ziet het er wel leuk uit. En wat je bijvoorbeeld kan doen, we doen even deze blokken weg, hap, hap, hap. Je hebt hier een mooi deurtje, en wat kan je dan bijvoorbeeld doen? Je pakt wat oak fences en je pakt een cobblestone fence. Wall, maakt niet uit, hetzelfde. En dan pak je hier wat stairs en je pakt hier wat slabs. Nou, dan kun je bijvoorbeeld een klein afdakje maken, heel simpel. Je kan het gewoon heel, letterlijk heel simpel zo doen. Je kan het heel simpel zo doen. Of je doet bijvoorbeeld, oké, dat was niet de bedoeling. Of je doet bijvoorbeeld zoiets. Dit is ook wel heel simpel en heel leuk. Of je kan ook wat anders doen. Kijk, dan verplaats je deze of zo. Dit staat in principe ook wel leuk. En dan maak je meer een schuiner dakje. Je kan van alles ermee verzinnen. Maar we houden het nu gewoon even basic. Wat we nu gaan doen is gewoon zo. En dan zet je hier bijvoorbeeld, kan je hier je naam opzetten van, hey, dit is het huis van Tom. Kijk, dan zet je bijvoorbeeld zo neer van Tommy's huis, dit is mijn huis. Kijk, zo, dan kun je heel makkelijk zo markeren van dit is mijn huis. En er zijn nog zoveel mogelijkheden om dit gewoon verder te decoreren. En ik ga jullie enkele blocks laten zien die je daar heel goed voor kunt gebruiken. En dat is bijvoorbeeld heel simpel, leaves. We pakken wat oak leaves, we pakken wat spruce leaves. Je kan bijvoorbeeld trapdoors pakken, dat is ook heel leuk. En we pakken ook dan eventjes wat oak fences. En dan ga je gewoon langs de zijkant en dan kun je bijvoorbeeld gewoon hier random zo. Meestal pak gewoon, begin ik met één blok leaves. En dan pak ik heb nu dan de oak vast en dan ga je een beetje kijken van oké, we pleuren gewoon wat neer. Tot hoever vind ik het mooi. Kijk, zo is het in principe wel mooi. En dan kun je het zo nog een beetje afwisseling doen. Of je beslist van, ik vind spruce mooier. Je moet het ook proberen gewoon heel random te plaatsen allemaal. Je moet het niet forceren dat je echt dingen symmetrisch gaat maken. Dat vind ik persoonlijk lelijk. Ik vind het juist leuk als je dingen gewoon heel random gaat plaatsen. En dan doe je hier naar voren bijvoorbeeld, doe je hier een trapdoor. Nou, dan gaan we eventjes eromheen kijken. En als je gewoon ziet van wow, ik vind het hier kaal. Dan zet je gewoon, kijk bijvoorbeeld dit neer zo. En wat ook leuk is, je kan ook bijvoorbeeld een beetje naar beneden wat leaves laten komen zo. Dat kun je ook gewoon heel simpel doen. Gewoon heel simpel en heel, het ziet er gewoon leuk uit. Zie je dat? Dan lopen zo de leaves naar beneden. Dat is gewoon heel simpel. Maar ziet er wel heel leuk uit, heel nice uit. En dan gooi je weer ook nog een trapdoor neer. En ik doe altijd, je kan precies altijd alles zo heel netjes doen met twee trapdoors. Maar dat hoeft niet per se. Ik doe altijd gewoon een beetje random. Je gooit gewoon random een trapdoor neer. We hebben niet zo heel veel ramen gemaakt, zie ik. Dus we zetten er nog een raampje bij. Even kijken. Kijk, je kan gewoon hier een raampje maken. Of dit ziet er... Ja, je maakt hier een raam. En je kan ook bijvoorbeeld een aantal blokken vervangen zo. En dat ziet er dan ook weer custom uit. Oh, zie je dat? Dat ziet er ook weer custom uit. Als je gewoon her en der hele blokken verandert. Zo, kijk, dan mist het weer een blok. En dan ziet het er ook weer uit alsof het al een wat oudere muur is zo door dit te doen. En het ziet er al heel mooi, heel vet uit zo. Als je het zo bekijkt. Vind je het niet? Ik vind het er al echt heel episch uitzien. Zo, dan hebben we nu al een enorm mooi huisje. En je kan in principe zelf nog van alles verzinnen. Je kan er bijvoorbeeld een schoorsteen bij doen. Je kan er bijvoorbeeld dakraam op doen. Je kan er bijvoorbeeld nog een verdieping op zetten. Je kan er van alles mee doen. We kunnen nog even naar de binnenkant toe gaan. Dat is heel simpel eigenlijk hoe ik de vloer maak. Kan ik jullie wel laten zien. Wat je doet is gewoon heel simpel. Je schept het allemaal eventjes uit. En wat je dan doet, dan vul je het gewoon weer op. Zo, en als je het eenmaal hebt opgevuld, dan kun je weer een beetje random planken plaatsen van een andere kleur hout. Zodat je zeg maar een hele leuke custom vloer eigenlijk creëert. En dit ziet er al veel interessanter en leuker uit dan dat je gewoon één kleur pakt. En eigenlijk misschien denk je eraan, je kan bijvoorbeeld ook stairs zetten. Je zet gewoon wat trappen er neer. En het is gewoon hetzelfde idee. Het blijft gewoon hetzelfde niveau. Alleen je hebt dan een soort van gat. En dat maakt het ook weer een beetje custom. Dan maak je ook weer een beetje een custom vloer ervan. En dat kan je met beide doen. En doe je met beide broek dan beide soorten hout. Doe je gewoon her en daar. Zet je gewoon een trap er neer. En dan heb je gewoon een hele mooie vloer. Zo, ik heb wat spulletjes in mijn inventory gedaan. En we gaan hier binnen ook nog eventjes wat palen neerzetten. Die eigenlijk het gebouw ondersteunen. Zo, kijk, je zet er gewoon een paal neer en die ondersteunt dan eigenlijk de muur en het dak. Zo moet je het zien. En dat ziet er gewoon heel cute, heel schattig en mooi uit. Ik vind het gewoon echt heel nice eruit zien, sorry. Nou, ik vind het echt leuk. Ja, wees weer random. Wees gewoon weer heel random.
En dan komt er vanzelf wat moois uit. En je kunt hier ook heel simpel, als je een beetje het dak meer custom wilt maken, dan kun je het gewoon zo van binnen het dak af laten lopen. Zo, hoppapa, lekker knalen. Kijk, en dan maak je binnen, van binnen is het nu heel plat. En dat kun je gewoon heel makkelijk aanpassen door gewoon her en daar wat blokken in te zetten, zo die je leuk vindt. Zodat het niet meer zo plat is. Niet meer zo plat lijkt. Zo, kijk, en dan heb je al een iets mooier dak. En ja, je kan hier zo lang en ver doorgaan als je zelf wilt. Je moet gewoon zelf kijken hoe gedetailleerd jij jouw huis, gebouw of wat dan ook wilt, wat je gaat maken. Dan zitten we een beetje, ja, we zitten hierbij. Ik zet hier ook nog eentje neer. Je moet altijd wel een beetje oppassen van hoeveel plek wil ik overhouden. Want met dit soort huizen kan het best snel gaan dat je best snel door je plek heen gaat. Dus ja, kijk. En dan heb je op die palen, dan kun je wel heel random. Zet je hier een toortje, eentje zet je hem hoger. Die zet je wat lager, die zet je weer hoger. En dan ga je dat zo een beetje rond. En dan kun je hier heel mooi je huisje in maken. Wat je ook nog kan doen, omdat we die muren soort van afgebrokkeld hebben laten lijken, kun je dat ook van binnen natuurlijk weer aanpassen. En dan pak je gewoon een paar leuke dingen voor. Gewoon cobblestone spulletjes. En dan doe je bijvoorbeeld zo. Doe je zo. En dan pas je dat gewoon allemaal aan, zodat het er allemaal een beetje leuk en interessant uitziet eigenlijk. En dan is het huis al redelijk ver af. En om het af te maken kunnen we nog wel een klein pad maken bijvoorbeeld. En dat pad, dat kan gewoon heel simpel zijn. Pak wat grassblocks staan, we pakken wat cobblestone, we pakken wat stone, gravel. Wat willen we nog meer? Een beetje dit denk ik. Dit zijn wel de leuke blocks. En wat je dan doet, meestal wat ik altijd doe, ik schep eigenlijk altijd eerst uit hoe ik het pad ongeveer wil hebben. En dat pad maak ik ook heel random. Ik ga gewoon een beetje random om me heen slaan. Nou, ik wil daar het pad heen maken zo. Dan doen we dat een beetje zo, hop, hop, hop. En een beetje eromheen hou ik dan ook, sla ik dan ook een beetje de blokken weg. En dan kun je hier gewoon een leuk pad maken. Nou, dat vullen we eventjes allemaal op met cobblestone. Zo, dat hebben we allemaal opgevuld met cobblestone. En dan gooi je er wat steen tussen bijvoorbeeld. Gewoon normale steen zo. Gooi er gewoon tussen zo op. Gooi we er hier tussen, daar tussen. Overal gooi je wat stenen tussen. En dan maak je gewoon een beetje een custom pad. En ja, we willen ook wat gravel erbij. Dus dan, je kan nu ook gewoon nog steeds, kan je gewoon een steen veranderen. Stel, je vindt deze steen te veel. Dat doe je gewoon zo. En dan maak je gewoon het heel customs en heel wat leuks van jouw pad. En je kan ook natuurlijk altijd wat, als je vindt van wauw, ik vind het wel te veel van deze blocks, dan plaats je er gewoon her en daar wat gras tussen. En daardoor lijkt het pad weer iets leuker, iets gebruikter. En wat je dan ook nog kan doen, je kan heel veel dingen doen om te detailleren. Meestal pak ik aan het einde altijd bij een huisje zoals dit, gewoon een boerendorpshuis, pak ik altijd gewoon een beetje zo, doen we gewoon zo. Meestal haal ik wel de bloemen ertussen uit. Dat haal ik wel eruit, want alleen gras vind ik er mooier uitzien. Je kan in principe ook gewoon gras pakken en dat zet je hier dan neer. En dan heb jij gewoon in feite eigenlijk een heel mooi middeleeuws huisje zonder deur. Die zet ik even snel terug. Zoals je ziet heb je gewoon een heel mooi middeleeuws huisje. Gewoon een boershuisje, een dorpshuisje. Je kan er zelf nog van alles aan toevoegen. Je kan de dakkapellen, dus gewoon afdakjes aan toevoegen. Je kan de schoorsteen aan toevoegen. Je kan hier een leuke weide aan vastmaken waar je je paardje neerzet. Je kan hier van alles mee doen. Echt heel veel leuke dingen. Misschien dat ik nog wat leuke cinematic shots toevoeg. Wat leuke shots in mijn shader, met shaders aan en met een texture pack aan. Dus geniet er even van. En anders ben ik zo bij jullie terug met de outro. Hey jongens, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat het me dan eventjes weten onder deze video. Comment een leuke reactie onder deze video. En ja, vergeet vooral niet te liken en zo. En vertel me wat ik nog meer zou kunnen bouwen. Wat vinden jullie leuk als ik bouw? Ik heb op heel veel kingdoms gespeeld. Wil jij dat ik een bepaalde stijl gebouw nog een keertje maak? Dan laat het me weten in de comments en dan maak ik daar een video van. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Abonneer dan zeker even op dit YouTube kanaal. En vergeet dan even niet de video te liken en dat belletje aan te klikken. Heel belangrijk. En dan zie ik jullie snel terug bij een nieuwe video of stream op dit YouTube kanaal. Dus bedankt voor het kijken en tot snel bij een nieuwe video. Ciao ciao.